in het buurtkrantje, Huis van de Pijp. En dat wist ik zelf ook niet, maar hier worden de tomaten in onze winkel vergeleken met de tomaten bij Albert Heijn en Ecoplaza. En dat bleek dat onze tomaten goedkoper waren, inclusief de verborgen kosten. Dus iedereen bepaalt natuurlijk zelf je adviesverkoopprijs. En die verborgen kosten kunnen wij niks aan doen. Hè? Dat is een vast bedrag wat uitgerekend is door troepprijs, wat niet in die prijs zit. Maar het bleek dus dat wij onze tomaten, inclusief verborgen kosten, goedkoper verkochten dan de biologische tomaten van Albert Heijn en Ecoplaza. Dus het hoeft helemaal niet per se duurder te zijn. Het heeft te maken met ja, hoe jij... wij doen bijvoorbeeld helemaal geen dure marketingcampagnes. Dat geld geven wij daar niet aan uit. Dus het hangt maar helemaal hoe je koststructuur is. Ja, dus jullie hebben ook ervoor gekozen van we willen de kosten drukken van de producten die we verkopen. Waardoor we dus ons echt focussen op de verkoop van spullen in plaats van al die flashy reclamecampagnes erbij. Het gaat erom dat mensen binnenkomen en hun boodschappen kunnen doen. Ja, kijk, wij moeten het veel meer hebben van mond-tot-mond reclame. Hè. Wij kunnen ook geen grote advertenties zetten of dure marketingcampagnes organiseren. Dus dat is een beetje inherent aan het feit dat we, hè, dat we een buurtwinkel in de pijp zijn. Ja. Hey, en even terug naar de productie hè, van de producten die hier verkocht worden. Als we kijken naar de effecten op klimaat, als we kijken naar de effecten op biodiversiteit... Hoe wordt dat meegenomen in die prijs? Nou, kijk, hoe maak je die eigenlijk hè, kijk, dat is niet het gedeelte wat wij doen. Hè. Kijk, maar dat is het gedeelte wat wij laten berekenen eigenlijk door de TruePrice organisatie. Het is in feite het monetariseren van alle verborgen kosten. Dus het in geld uitdrukken van al die kosten... die schade veroorzaken. Mm-hmm. Dus wat zij doen, zij nemen meestal LCA's, dat zijn life cycle analysis, dat is uitgangspunt. En dan kijken ze in de kostenstructuur welke kosten eigenlijk niet in het product zitten. En dat gaat best ver, want hier zal je zien dat bijvoorbeeld in Nederlandse producten zelfs een armoedecomponent zit. En dat wordt bijvoorbeeld veroorzaakt, hè, of kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld de trekker of machinerie die ergens anders zijn geassembleerd. Of het staal wat daarvoor is gebruikt, wat in mijnen is gewonnen waar arbeiders niet een minimumloon wat in dat land geldt voor hebben gehad. Dus ook die kosten... Die zie je hier terug, die ketenkosten. En dat heeft TruePrice uitgerekend. En dat hebben wij op het product gezet. En wij hebben ervoor gekozen de klant dat ook te laten betalen. Mm-hmm. En wat gebeurt er met dat geld van die verborgen kosten? Dat geld van die verborgen kosten, dat moet terug die keten in. Hè? En dat is een ingewikkeld proces. Dus daar staan we aan het begin. We hebben, kijk, als je nu in onze winkel kijkt, dan zie je dat we op ongeveer 60% van onze groenten en 90% van ons brood hebben de echte prijs. En over een paar maanden hebben we op vrijwel 100% van onze groenten dat. En na de zomer komen we met kruidenierswaren. Dus dat zijn allemaal stapjes die je zet. Hè? En dat is precies hetzelfde wat je doet met remediering. Dus het terugsluizen van die verborgen kosten de keten in. Dat is een proces. En we doen nu samen met het ministerie van LNV doen we een project. En dat doen we bij één bedrijf waar wij veel van afnemen. Dat is de STEK in Lelystad. Gaan we dit najaar kijken wat de specifieke kosten zijn op watergebruik en daarop remediëren. En dat is makkelijk, hè, want dat is maar één stapje van hier naar die boer. Maar je kunt je voorstellen dat er veel complexere ketens zijn, ook van enkelvoudige producten. Bijvoorbeeld cashew is een goed voorbeeld. Uit West-Afrika komt, uit Vietnam, maar waar er heel veel schakels tussen zitten, zeg maar. En ook verwerking tussen zitten, ook al is het maar een enkelvoudig product. Dus daar beginnen we ook een project mee om te kijken hoe we op die cashewnoten kunnen remediëren richting West-Afrika. Dus we zijn eigenlijk aan het kijken van
hoe kunnen we dat nou op een goede manier doen? Maar dat zijn voor ons geen kant-en-klare afgeronde dingen. Hè? Van, we gaan het gewoon zo doen. Dat zijn echt leertrajecten. En zou het ministerie, wat voor rol spelen zij hierin? En vind jij dat ze al voldoende stappen nemen? Want jullie bestaan al vanaf 1981. Dat is heel indrukwekkend. Maar beweegt de regering daar eigenlijk al snel genoeg op? Nou, de regering weet ik niet. Dat gaan we werken in de formatie. Dat is nog even afwachten. Wat wil je in de formatie? Maar kijk, zeg maar onze demissionair minister van Landbouw. Die is zeer bekend met dit concept en zij heeft wel een regeling, er is wel een regeling opgetuigd waarbij dit soort projecten uitgeprobeerd kunnen worden. Dus dat is een eerste stap in de goede richting en we hebben zeg maar twee maandelijks overleg ook met verschillende partijen die daarbij betrokken zijn, waar het ministerie ook bij betrokken is, om te kijken zeg maar de verschillende aspecten die hierbij komen kijken, wet en regelgeving. Hoe we dat allemaal kunnen optuigen. Dus het is zeker wel zo dat, dat dankzij de True Price organisatie dat dit allemaal op gang is gekomen, maar dat de overheid ook begint er een rol in te spelen. En ik verwacht dat de meeste partijen, uiteindelijk zijn we als BV Nederland goedkoper met z'n allen uit als we het op deze manier doen en niet bijvoorbeeld waterschapsbelasting betalen. Hè. Ja, misschien voor een aantal aspecten, maar dat eigenlijk de prijs van watergebruik op het product komt. Hè. Want al die andere manieren zijn indirecte manieren om belasting te heffen en wij vinden juist dat het direct moet gebeuren. Want als het direct gebeurt en jij gaat spersieboontjes in de winter kopen die uit Kenia gevlogen zijn, he, dan ga je daar een hele andere prijs voor betalen. En dan ga je automatisch als klant een andere keuze maken in die winkel voor dat schap. En dat is gewoon iets wat wij heel graag willen. En waar we uiteindelijk naartoe zullen moeten. En ik denk dat daar uiteindelijk bij heel veel partijen ook wel oren naar is, omdat het huidige systeem gewoon onhoudbaar is. Dus, Okay. Dankjewel Maarten. Dankjewel Imane. Ja. Ik heb maar 5 minuten. Ja. Ik vond het echt heel leuk. Knip en plak. Ik zit echt heel goed te luisteren. Koop een stop record.